vanuit deze week met Copycat aan de slag. Volledige productie, we gaan naar de Molenhoek toe. We mogen daar spelen omdat we zelf iets hebben georganiseerd in samenwerking met de Molenhoek, Camping de Molenhoek in Kamperland trouwens, zaterdag. En we gaan dan met Copycat spelen, de Table Dance Tour, die hebben we zelf ontworpen. Dan kunnen mensen toch een feestje vieren op gepaste afstand met ons, zoals we dat gewend zijn elke zomer te doen. Er moet alleen een hele hoop gebeuren van tevoren, want ja, de spullen staan al stil sinds begin maart. Het licht moet geprogrammeerd worden, het geluid moet gecheckt worden, er moeten setlijstjes gemaakt worden, het moet geladen, het moet gelost worden, we moeten de kwartaalaangifte doen. Kortom, het is gewoon druk. Het leuke eraan is, we mogen weer echt aan het werk. Dus ik ben super blij. We hebben deze week twee Dirty Piano's optredens, vrijdag en zondag. En zaterdag hebben we de Molenhoek met Copycat, hebben we ook twee op één dag. Dus het is lekker knallen deze week. Dus volg ons mee op avontuur en deel het vlog en word lid van onze pagina. Toen was het woensdag alweer. En wat ik ben vergeten te vertellen in het vorige filmpje is dat we vandaag dus ook een optreden hebben bij Juliana Hoeve in Renesse. En daar zijn we nu onderweg naartoe. Ik zit alleen in de bus. Jeremy die komt daar zelf naartoe met de auto om even wat te doen. En ik ga nog even een verschillende administratie inleveren voor de kwartaalaangifte. We hebben dat ook weer gedaan. Dus dat gebeurt. En ik heb even nieuwe filters opgehaald. Kijk, dat zijn onze filters. Daar kan je je verzoekje op schrijven. En je naam. En dan gaan wij dat volledig verzieken of iets leuks van maken. In ieder geval, het brengt altijd een hoop reuring en jolij. Aankomst op de Julianahoeve. Welkom, camping Julianahoeve. Morgen. Goedemorgen. We zijn aan de tweede vlog bezig. De eerste gaat eigenlijk hartstikke goed. Ja. Ja, dat werkt de tweede ook wel goed, denk ik. Ik zie allemaal mensen ook wegdijnen nu, achter jou. Nou, welkom Julianahoeve, zou ik zeggen. Ja, precies. Gezellig. En Jeremy, ben je vandaag op tijd vertrokken van huis, denk je? Nou, uur of negen, denk ik. Red ik net. Ja? Weer net op tijd. Ja. Net op tijd. Het is nu nog geen 3 uur. Je moet om 7 uur spelen. Vergist in de tijd. Dus we gaan kijken naar deze mannen wat ze aan doen. Ze zijn alvast licht in het hangen voor ons, Sound Delight. Met een verrijker. Nou, ga maar zwemmen, hè, zo. Dank je. Ga maar een beetje de tijd doden. Dat is hem haar leuk. Dames en heren, wij mogen heel vaak nu niet meer optreden omdat waar we allemaal last van hebben. Verschrikkelijke corona. Maar dan is het toch leuk dat net zoals de campings hier in de omgeving allemaal live muziek doen. Mag een applaus voor alle campings hier aan doen. Want dat is leuk voor jullie, maar ook leuk voor ons. Sitting here with the morning with the soul piano. Trying hard to catch the moment. This morning I don't know. Cause this bottle of water still lies in my head. So long keeping my best. I think that you're stealing my bed. Yay! It's like clockers. We'll feel me. Me, my pain won't stop. Het is nu diep in de nacht, maar ik kom een beetje tijd tekort. Dus ik ben licht aan het programmeren voor van het weekend. Want we mogen weer eerst de productie draaien bij de Molenhoek. Daar hebben we heel veel zin in. Maar dan moet je met lampjes spelen en programmeren en zo. Dus dat doe ik nu. En dan hoop ik dat het allemaal werkt. En dan ga ik lekker slapen zo. En dan morgen weer verder. Hoi, het is vrijdag. We gaan weer optreden. Dit keer weer met Dirty Piano's. Morgen mogen we voor het eerst met Copycat. Maar dat is morgen. Vandaag is het Bruinis. Er zou eigenlijk de visserijdagen zijn. En die gaan niet door. Natuurlijk. Zoals heel veel dingen niet doorgaan. En we gaan bij Frankie live
in de tuin optreden. En dat is in Bruinisse. Frankie is een zangert, een zangerlied. En die doet van alles en nog wat met iedereen, Ben Kramer, noem ze maar op, Rosenberg Trio. Die komt op de gekste plekken komt hij terecht. Hoe hij het voor elkaar krijgt, geen idee. Hij is gewoon, heeft een hele grote fanbaas. En ja, het is gewoon een hele leuke gast en vriend van de show. Dus we gaan. Kijk. Dat is goed, hoor. Ik ben gewoon in de tuin, hè? Frankie. Hey! Feestje. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat heb jij nou bij? Heb je je vrouw meegenomen? Lekker. Deel van de vlog hier. Feestje bij Frank. Camping Mafia. Goed hoor dit. Gezelligheid. Let op. Alvast voor u. Vraag voor een gespeeld op de piano, Mr. Jamie Jason de Lek. Ik wil als eerste even een geweldig applaus vragen van de jongens van Dirty Pianos. Ja. Albertina, dankjewel lieve dat je ook weer achter de persoons hebt gegeven. En applaus voor Albertina. De hele avond. Loopt er al een Gentse artiest hier rond. Ik noem hem altijd Daniel Diamond. Ze noemen mij in Tenerife wel eens Romantic Frankie. Maar vandaag is het Romantic Daniel. Nee, die van hem. Die. En hij gaat, zoals hij dat weergeloos doet, een liedje zingen. Van the one and only Mr. Neil Diamond. Ja, dames en heren. Ja, ik heb de file vermijden vanmiddag. Een maatje van mij die... Die zegt, joh, we gaan niet via de weg, we gaan via het water. Geweldig. Patrick, dankjewel, man. Ik denk, man, dat je nu de galm uit hebt staan. Ja. Geweldig toch, hè, die gasten. Hè? Ja, vind je van mij? Geef hem een geweldige plaats, jongens. Onze Jeremy, onze Toetsie. Onze Jeremy, echt geweldig. Tering, kan die man spelen. En onze Hoetsie. Robert. Ja, je hebt Toetsies en je hebt Hoetsies. Altijd ruzie met elkaar. Ik doe tering mijn best en als het fout is, dan, dan hoor je het vanzelf. Lidio, Lidio. I walked the streets again last night. Heb je er een beetje zin in vandaag, jongen? Ja, natuurlijk. Ja? Zeker. Onze Jordi, onze bassist. Woe, heb jij er een beetje zin in vandaag? Nee. Nou, ja. Ja, het ziet er wel rot uit trouwens. Ja, hè? Ja. Is ook zo. Je altijd zegt, oh, het leeft. Ja. Het leeft. Daar is hij, hoor. Kortste weg altijd. Daar is hij. Dames en heren, Glenn, onze gitarist. Die zit in de vloggen, ja. Heb je er zin in vandaag, jongen? Ja, onwijs. Ja? Ja. Ja, dat is lekker. Ja, lekker op de camping. Dat is voor ons ook nieuw, hè? Ik doe ook maar net alsof. Kijk, hier wordt ook gevlogd, zie je dat? Social media cool. Dat is Kim. Dat is onze held. Onze held van het verhaal. Hier is Bobby Cat, onze held. Hoe gaat het? Ja, goed. Ja, gaat lekker? Ja. Ja, je gaat ook goed. Ik ben alle voorbereidingen aan het filmen. Jij? Ik ook. Ja, jij ook. We maken een wekelijkse vlog, dus... Hé, ben je een vlog, hè? Ja. Oh, check de vlog. Ja. De vlog van... Copycat. Hoe heet die? Copycat. Ja, Copycat Band. Copycat Band. Hoe heet de vlog? We hebben één vlog gemaakt, dus dit is de tweede. Ze zijn aan het vloggen, mensen. Ja. Kijken. Ja. Kijken. Copycat YouTube. Band. Ja. YouTube. Ja. Vlog. Ja. Nou. En dan sta ik ook op. En hij ook. Zeker. Ja. Heb je dat een beetje zin in? Ja, zeker. Ja? Ja. We hebben. Ja. Buiten. We zijn buiten te opbouwen. Wat een show. Kijk, we staan weer. Copycat productie in the house. Dames en heren, onze drummer Richard Heijerman. We mogen weer. We mogen weer, jongens. Gezellig. Hallo. Goed hoor. Vanavond knallen. Het is uitverkocht. Goed nieuws, het is uitverkocht. Helemaal super. Blij.
fijn dat u allemaal bent gekomen. Ik zal even een aantal dingen uitleggen, want het is een beetje warm natuurlijk. We gaan toch een soort van mini-concertje geven. Leuk dat jullie allemaal zijn gekomen. Bestellen kan je gewoon aan de bar doen. Even een rijtje maken, aansluiten. De zeep is hetzelfde. En achterin hebben we een rookruimtje gemaakt. Dan kan je gewoon naar buiten lopen. Kan je een sigaretje roken. En je mag om je tafel heen dansen. Nou. We moeten toch even wat van zeggen. Nou, zie je, we staan echt te dicht op elkaar. Het spijt me. Ja, ik snap het. Ja, het is een beetje een ding. We hebben die tafels een beetje in het leven geroepen, zodat je er een beetje omheen kan walsen. Je mag ook de tafel nog in zetten, maar niet te dicht op elkaar. Als ze komen, dan is het gelijk klaar. Ja? Geil. Wel komt die familie. It's all awesome.